Honderden motorrijders van Satudara reden in een stoet naar Apeldoorn voor de herdenking van het uitroepen van de Republiek der Zuid-Molukken, de RMS. Zaterdag is dat 65 jaar geleden. De gemeente Apeldoorn laat weten dat er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen rond de herdenking, zoals dat ieder jaar gebeurt. Zo was er extra politie op de been. De herdenking verliep zonder incidenten. Daarnaast waren er lezingen, kraampjes en optredens van Molukse artiesten.